We zijn hier bij Baanbrugge Oostzijde. Een prachtig stukje natuurgebied. Dat hebben we nu 5 jaar in beheer. Voorheen was dit alleen maar grassen. Kon je hier niet lopen rond deze periode. Daar zijn we een verschralingsbeheer zijn we gaan toepassen. En dat begint nu langzamerhand de vruchten af te werpen. Met verschraling bedoel ik dat we echt het maaien, maar vooral ook het afvoeren van de voedingsstoffen. Voorheen was dit natuurlijk allemaal agrarisch grondgebied. Dus daar was veel meststoffen op gegooid. En daardoor krijgen dan de soorten grassen en ridderzuren krijgen de overhand. Dat is vrij monotoom. En door te verschalen, door voedingsstoffen weg te halen, dus maaien en afvoeren, krijgen andere soorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Er komen soorten in als de moerasrolklaver, kamillen, maar ook ratelaars. De rietorgus heeft zijn stekje helemaal gevonden. Ook het rietbeheer doen we hier speciaal. Dat zie je weer terug in de rietvogelstand. Kleine karakiet, rietzangers. En dan hebben we natuurlijk ook nog een prachtige plas achter ons liggen met mooie eilandjes. En toen ik hier dit jaar voor het eerst weer kwam, was mijn verrassing dat hier 20 volwassen kluten met 23 pullen aantroffen. Each male bird has a unique display for attracting mates. And none is more extraordinary. Ja, dat is waar je als natuurbeheerder het allemaal voor doet. Dus dat was heel mooi. Dit waterbergingsgebied Baanbrugge Oostzijds is toch wel een uniek voorbeeld van hoe het waterschap Amstel-Gooienvecht steeds meer gaat werken met de natuur. Want zo'n waterbergingsgebied is belangrijk om wateroverlast te voorkomen, zodat we te veel aan regenwater tijdelijk op kunnen vangen. Maar we doen dat op een manier zodat het ook heel erg goed is voor de biodiversiteit. We creëren een uniek natuurgebiedje hier waar kluten, rietzangers en een heleboel mooie plantjes een hele mooie plek vinden. Ons waterschap is een trots partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En wat zo mooi is aan dat Deltaplan is dat het niet gaat om mooie plannen maken, maar plannen in de praktijk uitvoeren. En dat is wat je hier zo goed ziet waar dat toe kan leiden. En zo werkt het waterschap Amstel-Gooienvecht echt met de natuur aan een robuust watersysteem en aan biodiversiteitsherstel. As they grow, the hoopers lose all their brown plumage and replace it with white feathers. They must now learn how to use them in flight.